Goedenavond iedereen. Ik heb dus het weer moeten affronteren om naar jullie te komen spreken. En dus het is wel gelukt. En dus wij hebben dus een kleine topo over de nieuwe richtlijn. De nieuwe richtlijn zijn eigenlijk wel al een jaar oud. Maar blijkbaar had ik die nog niet naar u voorgesteld. Dus wat wij. Sorry, ik ga die venster sluiten. Ja, dus eigenlijk die guidelines zijn verschenen in twee beroemde tijdschriften voor artsen, dus het tijdschrift van de Europese Vereniging van Cardiologie en van Pneumologie. Dat is dan de linkerkant van de panel. Maar er is ook een lay summary geweest, dus dat is dan in mensentaal en die was in het Engels, maar is recent vertaald geweest door de goede zorgen van onze patiëntvereniging. En als u die QR-code zou inscannen, dan valt u op die lay summary. Nu, wat zijn de klinische richtlijnen? Die wordt opgesteld na een wetenschappelijk proces waarmee de meest recente kennis over een aandoening of symptoom wordt verzameld. Die houden rekening met de meningen van de deskundigen en de prioriteit van de patiënt en de zorgverlener. En die worden geschreven door professionals in de gezondheidszorg. Ze worden gebruikt als best practice document voor het diagnosticeren, beheren en behandelen van een aandoening. En dus u ziet hier beneden dat die evidentie, die kennis dat wij hebben, wij gaan die klassificeren in functie van het niveau van evidentie. Dat betekent afhankelijk van de type studie, de waarde van de studie, krijgen ze een A, B of een C. En dan wordt er een proces gedaan waar de aanbevelingen worden gemaakt. Als dat klasse 1 is, dat een heel sterke aanbeveling. Klasse 2 kan 2A of 2B. Dat zijn dus mee, mag bekeken worden. Nee, sorry, zou bekeken, zou moeten gedaan worden, mag gedaan worden. En dan de klasse 3 is een aanbeveling tegen iets te doen. En dus daar ook ziet u in het lay summary dat het verdeeld is tussen sterke aanbeveling, idee om over na te denken en niet aan te raden. Dus PH is een veel voorkomende aandoening. Dus dat is te vinden bij ongeveer 1% van de bevolking. Dat is kenmerkend door de vaten die progressief naar binnen groeien en daardoor het rechterkant van het hart, die pusht dus het bloed door de longvaten, wordt eerst uitgezet en wat dikker en uiteindelijk zet zich verder uit en dat is eigenlijk het moment waar het hart faalt. Dus die pulmonale hypertensie wordt verdeeld in 5 groepen, dat jullie al lang over gehoord hebben. De idiopathische pulmonale hypertensie en die geassocieerde vorm. Als het hart de oorzaak is, als het longen de oorzaak is, als chronische klonter het oorzaak is. En een vijfde groep met mensen die eigenlijk wel een zeer zeldzame aandoening, waar soms ook pulmonale hypertensie kan ontstaan. Dus sommige vormen van die vele patiënten met pulmonale hypertensie zijn zeldzaam en daarom is pulmonale hypertensie erkend als een zeldzame ziekte, maar men spreekt dan vooral over de vorm van pulmonale arteriële hypertensie en pulmonale hypertensie ten gevolge van klonters en chronische verstopping na embolie. Dus wat hebben de guidelines gedaan? Die hebben een beetje gekeken naar alle aspecten van de zorg. En vooral wat ik zal u vertellen is een beetje wat het nieuw is. En we gaan beginnen met de definitie van pulmonale hypertensie. En de definitie van pulmonale hypertensie is veranderd. Dat was voordien een druk, dus de mean-druk die wij meten via katheterisatie, was meer of gelijk aan 25. Maar er is wel een groot onderzoek geweest naar wat zijn de normale waarden en vanaf wanneer heeft dat impact op de overleving van de patiënt. En men heeft vastgesteld dat dat eigenlijk 20 een betere cut-off waarde om pulmonale hypertensie te definiëren.
De tweede aspect is eigenlijk de diagnostiek. En het diagnose, er zijn niet zoveel nieuwe elementen, maar vooral de organisatie van de diagnose is een beetje aangepast. Dus wanneer pulmonale hypertensie wordt vermoeden, is in geval van kortademigheid bij inspanning, vermoeidheid en bij sommige patiënten blauwe lip. En u herinnert u van de actie die door de patiëntorganisatie gedaan is geweest met beroemde Vlamingen die daar meegewerkt hebben. Op het einde van het verhaal komen ook wel wat dikke voeten, dus oedemen van de onderste ledemaat en vergrote lever en ook wel wat gestuwde venen. Die tonen dan op het moment waar het hart eigenlijk een beetje te veel heeft afgezien en begint te falen. Nu, de diagnostiek is een beetje aangepast in de volgende zin. Dus vroeger beschreef men, je moet dat en dat en dat, die onderzoeken doen. Maar wat men heeft nu meer geïncorporeerd, is eigenlijk de stappen waar u eerst bij uw huisarts komt met klachten. En de huisarts kan bijvoorbeeld een EKG doen, kan een bloedname doen, kan de saturatie meten. En dat geeft al wel een vermoeden van mogelijk pulmonale hypertensie. Dus de diagnostisch algoritme, dus de structuur van de diagnose, is eigenlijk nu meer de diagnose van patiënten met een onverklaarde kortademigheid, maar ook bij patiënten met vermoeden van pulmonale hypertensie. En na die vermoeden wordt de patiënt gestuurd naar specialist. Het kan een longarts, het kan een cardioloog. Die gaan echt de opsporing van de ziekte doen. Dus de cardioloog gaat een echo doen, de longarts gaat een longfunctie doen. En wat cruciaal is op dit moment, is dat die twee soorten specialiteit goed met elkaar spreken. Frequent gaat de cardioloog een echo doen, die gaat de patiënt terugsturen naar de pneumoloog, maar dat kan ook in de omgekeerde richting. En dan gaan ze eigenlijk zien, oké, er is niet zoveel afwijking van de longfunctie. De echo toont het vermoeden van pulmonale hypertensie. En dus op dat moment gaan ze beslissen, is dus de waarschijnlijkheid van pulmonale hypertensie hoog of laag? En als het intermediair of hoog is, dan gaan ze eigenlijk de patiënt moeten sturen naar een expertisecentrum, dus een PH-centrum. Het kan ook sneller gaan. Stel dat de patiënt bijvoorbeeld flauw valt, sorry, dan is het aangewezen van sneller naar het centrum waar de ziekte gaat bevestigd worden, waar dus het rechterhartcatheterisatie gaat gedaan worden. Wij zeggen dat echo een cruciale stuk is, omdat het laat ons toe om te kijken of de probabiliteit van pulmonale hypertensie laag of matig of intermediair en hoog is. En dan doen wij aan de hand van echo. En de patiënten tussen jullie hebben allemaal een echo gehad. En jullie hebben zeker al gekeken naar de scherm tijdens die echo. En u herkent misschien de beeld waar uw vier kamers van uw hart in beeld worden gestoken. En waar we kijken naar de tricuspidale insufficiëntie. Men zet daar een Dopplerstraal in en men meet hoe de pulmonale druk, hoe hoog is de pulmonale druk. En in functie van de waarde van die signaal gaat men de probabiliteit hebben als laag als intermediair of als hoog. En men kijkt ook dan naar de kamers van het hart. Als het rechterkamer of rechteratrium sterk gedilateerd zijn, en dat die push eigenlijk op het linkerkamer, of als de vaten die naar het rechterkant van het hart gedilateerd zijn, dan heeft men additionele tekens die maken dat de probabiliteit schuift naar rechts, dus niet meer laag, maar intermediair of niet meer intermediair of hoog. En op basis van die probabiliteit, als die intermediair of hoog, gaat men de verdere stappen nemen van de diagnose. Wat zijn de verdere stappen? Hoofdzakelijk het echt bevestigen en diagnosticeren van pulmonale hypertensie. En dan doen wij niet met een manchette, maar wel met een katheter die eigenlijk tot in de longvaten gaat. Dus het rechterhartcatheterisatie, zoals we het noemen, omdat de katheter gaat via het rechterhart tot in de longvaten.
En daar meten wij de mean pulmonale druk, die dus nu meer dan 20 moet zijn. Het rechterhart, dat is wel een cruciaal onderzoek. Dus u ziet, de aanbevelingen zijn 1, dus dat zijn topaanbevelingen. En in de lay summary, dus in mensentaal, zeggen ze, dus het rechterhartkatheterisatie wordt aangeraden om de diagnose van pulmonale hypertensie te bevestigen. Deze test moet wel plaatsvinden in een expertisecentrum en uitgevoerd worden volgens de standaardprocedure. Dus wij hebben procedure voor die katheterisatie die zeggen, voilà, u moet al die parameters meten om een goede katheterisatie te doen. En dat is niet altijd gedaan als u dat doet bij mensen die niet de guidelines volgen. Na die diagnose gaan wij naar de behandeling. En de behandeling, dat kan de initiële behandeling of de opvolgingbehandeling. Men houdt rekening of er andere ziekten bij zijn, van het hart of van de longen. En men gaat ook wel een risico bepalen voor mortaliteit en daar beslissen welke behandeling is nu adequaat bij de patiënt. En dus de behandeling, wel, er is zijn nog niet. Binnenkort komt een vierde pathway, maar voor het moment zijn dat nog altijd de endotheline receptoren, antagonisten, dus zoals bosentan, ambrisentan, opsumit voor de meeste van jullie. De stikstofmonoxide pathway, waar wij gebruiken vooral Revasio, tadalafil, dus Adcirca of Adempas. En dan de prostacycline pathway, waar wij gebruiken Uptravi voor de perorale toediening of Veletri voor de intraveneuze toediening. Dus daar niks nieuw, maar wat we wel hebben, is opnieuw een nieuwe algoritme, een nieuwe pathway voor te behandelen. En u ziet hier hoe dat loopt. Dus we gaan de patiënt behandelen, maar de meeste evidentie die we hebben, de meeste kennis die we hebben, gaat over patiënt van de groep 1 met pulmonale arteriële hypertensie, ofwel idiopathisch, dus zonder gekende oorzaak, ofwel geassocieerd met een systeemziekte, zoals bijvoorbeeld systeemsclerose. En dus sclerodermie. En dus de diagnose wordt gedaan en dan gaan we eigenlijk wel een aantal algemene maatregelen nemen. Dat is bijvoorbeeld diuretica of zuurstof als nodig. En dan gaan we eigenlijk wel kijken of de patiënt geen comorbiditeiten heeft of wel comorbiditeit. Dus vroeger, pulmonale arteriële hypertensie was een ziekte van de jonge dame, 40-jarige of zelfs jongere vrouwen. Nu zien wij heel veel wat oudere patiënten, ofwel zijn dat patiënten, vrouwen met een licht overgewicht, met suikerziekte, met arteriële hypertensie, ofwel mannen die veel gerookt hebben. En dus dat zijn de patiënten waarvan we zeggen, kijk, die zijn patiënten met cardiopulmonale comorbiditeit en die zijn niet in de studies geweest. Dus de patiënten die wij in de studies hebben, zijn eigenlijk patiënten zonder comorbiditeit. Dus we zijn altijd een beetje meer voorzichtig als wij die patiënt nu behandelen, dat de medicatie die we gebruiken, dat die geen achteruit gaan geven in plaats van vooruit gaan. Dus we doen dan de risicostratificatie, ik kom er nog op, om eigenlijk te zien of de patiënt een goede prognose heeft of een goede prognose, een laag of intermediair risico op achteruitgang of een hoog risico. En we doen dat op verschillende manieren. We hebben complexe evaluatie met heel veel parameters, waar wij de echo includeren, waar wij de cath includeren, waar wij fietsproef includeren. Maar we doen het ook wel op dagelijkse basis aan de hand van simpele parameters. Wat zijn die parameters? Dat is de functionele klasse, ja, dat zijn uw klachten, de staptest en dan de waarde van het NT-proBNP. Dus dat is een product die in het bloed is en die eigenlijk toont hoeveel het hart last heeft van die pulmonale hypertensie. En in functie van de waarde gaan wij eigenlijk de patiënt classificeren
In drie of vier klassen, hier hebt u de vierstrata-model, die eigenlijk wel nu het meest gebruikt worden. En waar wij kunnen zeggen, voilà, de patiënt gaat goed, de patiënt gaat niet zo goed, de patiënt gaat heel slecht en wij moeten hem zeker beter krijgen. De bedoeling zou iedereen hier te hebben, maar dat is natuurlijk, en vooral bij patiënten met comorbiditeit, een droom die wij niet bereiken. Wij vinden de patiënt heel veel. Wat oudere patiënten vinden wij nog altijd in 2 en 3. Dus wij hebben de patiënt geclassificeerd in functie van het risico. Gaan wij voor gewone bitherapie met twee producten. En voor diegenen die het slechtste zijn, gaan wij nog een product toevoegen. Dat is een prostacycline intraveneus. Om eigenlijk de patiënt toe te laten om terug naar een lager risico te gaan. En dan doen wij follow-up regelmatig om de 3 maanden, zoals u weet. En dan doen wij een nieuwe evaluatie. Voor de patiënten die laag risico zijn, gaan we verder doen. Voor de patiënten die intermediaire laag risico hebben, gaan wij een van die additionele producten gebruiken. Dus dat is dan de prostacycline per os of de switch van bijvoorbeeld Adcirca naar Adempas. En voor diegenen die intermediair hoog risico of hoog risico. Dan gaan wij in de meeste gevallen proberen een intraveneuze prostacycline toe te voegen en of spreken over transplantatie. U ziet dat de mensen die komen van de comorbiditeit, daar starten wij met 1 product. En in functie van de evolutie, en als het goed verdraagt, dan gaan wij eigenlijk wel een tweede product toevoegen. Nu, naast die behandeling van pulmonale arteriële hypertensie hebben wij ook chronisch tromboembolisch pulmonale hypertensie. Dus daar, de behandeling is eigenlijk wel gebaseerd op technische ingrepen. Dus de patiënt heeft de diagnose, we zien dat er klonters zijn in de longen. We gaan natuurlijk antistolling geven de hele duur van de leven. We gaan dan een discussie hebben over de beste behandeling voor de patiënt. Is zij operabel? Dan gaan we een operatie voorzien, een pulmonale endarteriectomie. Is zij niet operabel omwille van de klonters zijn te ver, niet bereikbaar voor de chirurg? Of de patiënt heeft te veel andere ziekten, bijvoorbeeld een longziekte die maakt dat hij toch wel door zo'n operatie niet kan gemakkelijk doorgaan, dan gaan wij eigenlijk starten met medicatie. Medicatie die een beetje dezelfde zijn dan diegene dat wij gebruiken bij pulmonale arteriële hypertensie. En dan gaan wij eigenlijk iets nieuws doen, dat is een ballonpulmonale angioplastie. De twee in combinatie meestal. En dan gaan wij zien of wij de patiënt op lange termijn beter krijgen. En de bedoeling hier, omdat wij een zeer efficiënte behandeling hebben, zowel chirurgie als de angioplastie, de bedoeling is hier is eigenlijk wel een quasi-genezing te bereiken. Dus dat zijn de aanbevelingen zoals u die vindt in de lay summary voor de patiënten. En dus ik spreek u van die behandeling, die worden hier beschreven. Dus in functie van de plaats van de verstopping. Hier ziet u verstopping die eigenlijk heel in de zeer grote vaten zijn. Dan ziet u soms verstopping in de kleinere vaten. En dan is er ook zoals bij pulmonale arteriële hypertensie, de kleine haarvaten die aangetast kunnen zijn. En dus hier doen wij chirurgie. Hier doen wij angioplastie. Dus chirurgie, dat is echt wel het uithalen van al die klonters die eigenlijk een moulage hebben gedaan van de vaten. En u ziet hier hoe het op tafel zit. De angioplastie, dat is dan een ballon opblazen zodanig dat het heel het materiaal die de va kleinere vaten verstopt, dat die aan de kant gepusht worden. En dan de medische therapie, dus die werkt zoals ik u zei over de haarvaten. Er is een zeker overlap. Sommige patiënten zouden voor de twee behandelingen kunnen in aanmerking komen, maar dat is een beetje afhankelijk van hoe de expertise is in het centrum met angioplastie en met chirurgie. En voor sommige patiënten zijn ook meerdere van die behandelingen nodig. Als u een aantasting heeft op elk niveau, dan gaat u kunnen baat hebben van alle drie therapieën.
En dus dat is eigenlijk een beetje hoe de angiografie, dus de katheters dat we gebruiken om de druk te meten, die blijft daarin. Er wordt er eigenlijk ingespoten met contrastmiddel. En dus die contrastmiddel die gaat ons toelaten om echt goed te zien. Dat is wat wij noemen een proximale vorm. Dus de klonters zijn, de verstoppingen zijn heel dicht bij het hart. Dat is dus intermediair. Dus daar is het best van een ballon te brengen. En dat is eigenlijk de microvasculatuur, dus die aangetast is, zoals bij PAH. U ziet, de vaten zijn open, maar het zijn eigenlijk allemaal de kleine haarvaten die verstopt zijn. Dan wil ik ook iets zeggen over waar de behandeling moet gebeuren, dus de pulmonale hypertensiecentrum. We hebben daar speciale aandacht voor, ook omdat wij. U weet dat er een Europees referentienetwerk is van centra voor de behandeling van pulmonale hypertensie in Europa. En dus de criteria om eigenlijk een pulmonale hypertensiecentrum te zijn binnen de ERN zijn criteria over aantal patiënt, de totaal aantal patiënt dat u behandelt, de nieuwe patiënt per jaar en ook de aantal procedure dat u doet, bijvoorbeeld de rechterhartcatheterisatie of de angiografie. En eigenlijk, het is niet alleen maar aantal patiënten, dat is ook de samenstelling van de team die zorgt voor de patiënt. En dus hier hebben wij geprobeerd een core multidisciplinaire team en een extended multidisciplinaire team. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn de mensen die absoluut moeten zijn. En dat zijn de mensen die we eigenlijk op indicatie gaan vragen om een advies te geven. De mensen die er moeten zijn, dat is natuurlijk een cardioloog of een pulmoloog, best de twee. Een specialist verpleegkundige, best twee. De sociaal assistent. De mensen die eigenlijk de programma van uw afspraken organiseren en begeleiden. Een chirurg kan nodig zijn in urgentie als het hart begint te falen. Dan moeten wij een kunsthart plaatsen. De radioloog en de cardioloog. De studieners, omdat zoals u weet genezen wij niet iedereen met pulmonale arteriële hypertensie. Dus we moeten deelnemen aan studies om nieuwe behandeling uit te vinden. En dan iemand die het resultaat collecteert om in register te zetten. Zodanig dat er een beter kennis ontstaat van de ziekte. En op indicatie kunnen wij bijvoorbeeld een congenitaal hartspecialist nodig hebben voor mensen met een congenitaal hartlijden. We hebben soms een anesthesist nodig, we hebben een fysiotherapeut, een psycholoog. Dus dat zijn mensen die wij roepen op indicatie, maar die mensen moeten beschikbaar zijn. Longtransplant physician. Als wij dat niet hebben in ons eigen centrum, dan moeten wij wel een korte werk om die mensen te bereiken in geval van nood. En niet alleen maar de samenstelling van het team, maar ook hoe het team werkt. Dus wij moeten eigenlijk bepaalde processen hanteren die kwaliteit garanderen. We moeten een zorgpad voor de patiënt hebben en die opvolgen op alle momenten van zijn leven. We moeten een multidisciplinaire teammeeting hebben om te beslissen wat is de beste behandeling voor de patiënt. We moeten natuurlijk de patiënt ook in contact brengen met patiëntenvereniging bijvoorbeeld. En ook die de macht geven om zelf een beetje te beslissen over zijn behandeling. We moeten de interactie zorgen met de huisarts, met de lokale specialist, met school, met sportschool. En wij moeten ook de kwaliteit van wat wij doen bekijken. Wat is de overlevingspatiënt bij ons? Hoeveel patiënten worden in op een korte tijd behandeld? En wij moeten natuurlijk ook research, educatie doen rond de pulmonale hypertensie. Dus dat is wat staat opnieuw in het document die jullie vertaald hebben. PH Centra moeten een briefwijzer van zorg aan kunnen aanbieden. Die moeten snel kunnen doorverwijzen naar transplantatie of organisch onderzoek als dat nodig is. En dan is er de patiënt. En de patiënt zit centraal in die puzzel. Wat zijn dan de aanbevelingen voor patiënt? Wel, er zijn geen aanbevelingen over patient-reported outcomes, dus
tools om de kwaliteit van leven van patiënten te bepalen, maar het wordt sterk aangeraden. En wat wij hier in Leuven gebruiken is een FASIS-10, dus dat is een zeer simpel 10-punten score, waar dat wij eigenlijk aanbieden via het app van het ziekenhuis. En wij moedigen de patiënt sterk aan om dat in te vullen, omdat daar kunnen wij zien of er nog andere signalen die wij niet oppikken met onze metingen binnen het ziekenhuis van achteruitgang of van problemen die zich thuis stellen. De psychosociale support is ook iets dat moet georganiseerd. Dus er zijn patient support groups, er zijn psychologen. En wat we moeten proberen is de patiënt dus meer macht te geven om een beslissing over behandeling samen met ons te geven. Dat is niet altijd evident. Veel patiënten zeggen: u weet het best, dokter, beslist zelf. Maar eigenlijk is er meer en meer aandacht om de patiënt te betrekken bij de beslissing. Hij kan zich laten oriënteren, maar hij moet wel begrijpen waarom wij dat of dat doen. En uiteindelijk, omdat pulmonale hypertensie niet altijd evolueert zoals wij zouden het wensen, is het ook wel belangrijk van adverse care planning te doen. Dus van samen met de patiënt te beschrijven, als de therapie niet aanslaat, wat zou hij willen doen? En dus de patiëntassociatie is een belangrijk stuk van die guidelines. U moet weten dat die guidelines zijn samengeschreven met patiënten. Dus twee patiënten vertegenwoordigd waren in de groep die de guidelines heeft opgeschreven. En dat is eigenlijk de groep die die guidelines heeft gemaakt, onder leiding van professor Humbert van Parijs. Dank u wel, professor. Dat is een hele boterham, kan ik mij voorstellen, voor de meesten die hier aan het volgen zijn. Ik denk dat daar heel wat interessante informatie bij zit. Mocht het iets te snel gegaan zijn, kan ik wel zeker al meegeven aan jullie. De webinars komen altijd op de website ook terecht. De link staat in de chat. Dus daar gaan jullie het ook kunnen nakijken of opnieuw beluisteren. Het duurt meestal een paar weken voor het erop staat, maar geen zorgen, het komt er sowieso op. Ik weet niet of er op dit moment, denk ik, dat er in de chat nog geen vragen zijn, maar ik ga je eventjes nakijken. Op dit moment zie ik een vraag van Wendy. Hoe kan een huisarts een vermoeden van pulmonale hypertensie krijgen wanneer iemand flauw valt? Ja, dus eigenlijk, de huisarts kan bijvoorbeeld geholpen worden door een familiaal verhaal. Dus als er al iemand in de familie is en dan komt iemand zeggen: ja, maar ik ben flauw gevallen bij inspanning. Ja, dan kan hij inderdaad wel de snelle weg vinden om de patiënt te verwijzen. Als hij volgt bijvoorbeeld iemand voor systeemsclerose en die persoon begint kort van adem te zijn, dan heeft hij misschien ook wel al de indicatie gekregen van de persoon die de systeemsclerose behandelt, dat het misschien zou kunnen komen dat pulmonale hypertensie komt en dat. Dus er zijn ook wegen, als de patiënt flauw valt, gaat u niet eens verwijzen naar een stadcardioloog of zo. Hè. U gaat waarschijnlijk de patiënt toch wel naar een ziekenhuis verwijzen. Dus de huisarts, als hij weet dat er niet alleen maar COPD is, en misschien hartfalen, dat hij weet dat er andere dingen zijn, kan misschien ook wel sneller reageren. Merkt u dat de meeste doorverwijzingen, de huisarts zal dan naar een specialist doorverwijzen, dat het voornamelijk naar cardiologen is of toch ook effectief naar pneumologen? Eigenlijk dyspnee wordt vooral naar pneumoloog gestuurd. Oké. Eigenlijk, en zeker omdat wij een pneumologisch centrum zijn, zien wij vooral verwijzing van pneumoloog. Ik heb altijd de indruk dat de cardioloog doet de echo en dan stuurt de patiënt naar de pneumoloog terug toe. En dan is de pneumoloog die verwijst. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat een huisarts verwijst. Omdat er staat in het dossier pulmonale hypertensie, maar niemand doet niks. En dan vindt hij, ja, niemand reageert. Ik zal toch de patiënt zelf een keer laten komen. Meestal is dan wel niet groep 1 of groep 4. Meestal is dat wel gebonden aan hart- en longziekte. Maar het kan zijn dat dat wel de huisartsen ook niet wegvinden.
Ja, oké. U sprak ook over het multidisciplinaire team. Hoe is eigenlijk die opzet in bijvoorbeeld UZ Leuven? Moeten we daar aan denken? Is dat een structurele vergadering die per week of per 2 weken plaatsvindt? Of zijn het eerder vragen die ad hoc zijn? Dus als er zich een concrete case voordoet, dat u dan een van de leden uit het multidisciplinair team contacteert? Er zijn verschillende omstandigheden. Dus elke maandag bespreken wij alle patiënten die komen op de raadpleging of die gaan gehospitaliseerd worden. En we bespreken die tussen pneumologen en met de verpleging en met de sociale assistent en met de coördinator of de secretaresse. Dus dat is elke maandag. Dan hebben wij om de 2 weken een vergadering over chronisch tromboembolisch pulmonaire hypertensie. En dat is met de cardiochirurg en met de radioloog, longarts ook, om eigenlijk te beslissen wat moet nu een chirurgie of een ballonangioplastie of medicatie. En dan hebben wij ook elke 2, 3 weken een vergadering met de rheumatologen, die hun patiënt met systeemsclerose voorstellen als ze denken dat er misschien wel wat pulmonaire hypertensie is. En de rest is ad hoc. Dus als wij eigenlijk een probleem hebben waar de congenitaal cardioloog of waar de chirurg, dan zetten wij het ofwel gewoon met twee een gesprek, ofwel zetten wij, en dat is de voordeel van nu Teams en Zoom, dat wij eigenlijk kunnen zeggen: kijk, wij willen vergaderen over deze patiënt waar wij uw input nodig hebben. En dan kunnen wij veel meer mensen bij hebben. Dus als een patiënt bijvoorbeeld op intensieve is, dan roepen we heel frequent zo van die grote vergadering mee om het advies van verschillende specialiteiten bij te hebben. Oké. Een van de zaken die, want als ik kijk vanuit het patiëntenperspectief bijvoorbeeld, dan zijn er een aantal aanpassingen in de nieuwe guidelines. Een van die zaken is dat er nu onder meer die 4 strata zijn. Wat is daar concreet de aanleiding toe om het toch op te splitsen nog en niet het gewoon bij het 3-strata-model te houden? Ja, omdat wij zagen dat 70% van de patiënten in de intermediaire groep waren. En dat was Oké. heel moeilijk dan ook om te tonen de patiënt is verbeterd of niet, omdat hij bleef in die grote groep. En dus wij hebben dat verder willen splitsen om wel toch wel evolutie te zien. En ook omdat wij wisten dat in de intermediaire groep waren er mensen die beter waren en mensen die ook heel slecht waren, waar wij upgrade van de therapie nodig hadden. Dus u ziet nu dat een intermediate high mag ook prostacycline krijgen, eigenlijk, hè? Ja, oké. Ik had voor mezelf nog één vraag, want intussen als er nog andere mensen zijn met vragen, mogen die uiteraard in de chat gesteld worden. U sprak ook over die vragenlijst inderdaad. Dus Wendy schrijft van wat gebeurt er met de antwoorden van de Emphasis 3 vragenlijst? Hoe worden die mee verwerkt in de beoordeling? Dus we hebben wat we noemen een dashboard. Dus dat is een plaats waar wij alle onderzoek dat u doet op de raadpleging komen op één plaats. En dus we kijken eerst wat zijn de bloeddruk, wat is hartritme. We kijken naar de functionele klasse. En dus als u dat vult binnen de app, dat komt ook in onze dashboard. En we kunnen zien, oh, oeps, er is een daling. En dan kunnen wij op klikken en we kunnen zien wat is nu de punt die het meest storend is voor de patiënt. En eigenlijk is de bedoeling, maar we doen het nog onvoldoende, om u aan te spreken over dat verschil. Wat is nu het meest storend in uw levenskwaliteit eigenlijk? Ja, Wendy vraagt hier inderdaad nog aanvullend daaraan. Hoe kunnen mensen die de app niet gebruiken de lijst invullen? Alors, dus dat is eigenlijk nog niet voorzien. Dus de mensen die de app niet gebruiken, zouden kunnen dat formulier op papier krijgen. Dat hebben wij. Maar wij doen het niet systematisch. Dus ook omdat wij zien zo weinig enthousiasme op het on de app te vullen, dat wij eigenlijk een beetje aankijken. Dus gewoon zeggen, oké, de patiënt is niet geïnteresseerd. Maar als u denkt dat wij dat systematisch ook op papier moeten bieden, dat kunnen wij doen, hè. Ja, ik denk dat het is dat we van de twee richtingen inderdaad. Ik zelf als patiënt krijg ook in de app bijvoorbeeld hè, de vragenlijst, dus ik vul die in, maar ik moet toegeven dat ik eigenlijk daar dan nooit iets van hoorde. Dus als tip misschien voor de anderen, ik heb vorige keer zelf ook actief gevraagd aan de arts
van wat is het cijfer dat daar, er komt een cijfer, wordt daar opgegeven, wat betekent het cijfer? En toen heeft de arts inderdaad het scherm omgedraaid en getoond wat eigenlijk het cijfer was, wat de evolutie is en hoe dat jullie als artsen dat gebruiken mee in de beoordeling. Dus ook voor mij als patiënt op dat moment is dat dan heel verhelderend om te weten van, ah oké, okay, als ik de vragenlijst invul, dan is dat daar een meerwaarde. Dus ik denk zeker ook voor andere patiënten, vraag er zeker ook zelf proactief naar. Het gaat uiteindelijk over je eigen lichaam. En het is zeer zinvol om ook te zien Ja, wat het oplevert. voor ons was dat een beetje een informatie bij, hè, zoals de BNP of de staptest. Wij nemen dat allemaal mee en wij doen daar wel een grote plaat van. Hè, en we kijken en we beslissen hoe het gaat. Maar het is met te spreken met Wendy Gintzing, dus misschien hebt u al van gehoord. Dat is een van de nurses die een beetje leidinggevend is voor alle verpleegkundigen vanuit Londen. En die heeft mij dan wel gesproken over het feit dat ze dat opendoet en begint te bespreken met de patiënt. Maar ja, de Engelsen zijn compleet anders georganiseerd dan ons. Elk patiënt wordt gezien door een verpleegkundige voordat er een arts er komt. En eigenlijk, die heeft dan wel tijd om daarover te babbelen en zo. Bij ons zijn de verpleegster voor pulmonaire hypertensie vooral bezig met de patiënt, de meest complexe patiënt met pompen. En we hebben niet de volume van mensen om eigenlijk dat bij elk patiënt te zitten en te openen en te bespreken. Maar welkom. Als de mensen dat willen bespreken, dan zijn wij zeer blij om dat te doen. Ik zie op dit moment in de chat geen vragen. Voor mensen die nog eens rustig het willen bekijken, dat kan dan later inderdaad. Weet dat ook in de nieuwe Ademloos, het magazine dat onderweg is naar leden, dat daar ook een artikel in zal staan. Dat er ook een QR-code in staat naar de leessummary in het Nederlands om eens na te lezen. Mensen die het niet fysiek krijgen, kunnen ook op de website. Bij de infotheek kunnen die de nieuwe Ademloos downloaden. Dus er zijn verschillende manieren om daar aan informatie te geraken, zeg maar. Ik ga nog één slide tonen, maar ik ga eerst al professor u bedanken voor de toelichting. Het is altijd zeer verhelderend. Ik zou alleen nog een beetje reclame willen maken, vandaar dat ik de slide nog even naar boven ga toveren. Moet ik alleen hier, voilà, mijn scherm delen. Dus als alles goed gaat, is dat de allerlaatste slide die ik hier heb. Zo normaal gezien zouden jullie die nu moeten zien. Het is nog heel wat weken voor het zover is, maar op 29 februari is het opnieuw Rare Disease Day, dus zeldzame ziektedag. Vorig jaar werd ook rond deel je kleuren gewerkt. Daarom dat we toch al een beetje reclame willen maken. Jullie zullen het ook via onze andere kanalen zien. Maar dus RadiOrg, de overkoepelende organisatie voor zeldzame ziekten in België, die wil daar extra aandacht aan geven. En als je naar de link gaat, we zullen die ook in de chat zetten, dan kunnen jullie heel veel materiaal vinden, informatie daar rond. En misschien is het wel leuk dat hoe meer mensen iets doen op 29 februari, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat gaat van gebouwen laten verlichten tot verschillende kleuren nagellak. Of alles wat je kan doen met verschillende types kleuren is allemaal welkom. Dus vandaar alvast deze warme oproep. Los daarvan van de reclame voor RadiOrg en Deel de Kleurenactie, zeg maar Rare Disease Day, denk ik dat we bijna aan het einde gekomen zijn. Ik ga nog heel eventjes in de chat kijken waar dat Wendy, dankjewel, alle links ingezet heeft. Dus mocht je het niet meteen vinden op de website, kan je hier in de chat alles nog vinden. En als er geen vragen meer zijn, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En voor de geïnteresseerden, dan zie en horen we jullie op 31 januari voor het volgende webinar. Tot ziens en dankjewel. Tot Dag. ziens, bedankt.